Hallo, goedemiddag allemaal. Dit is wel een heel bijzondere universiteit waar mensen opstaan en applaudisseren als je binnenkomt. Dat maak ik elders niet mee. Dank dat jullie er allemaal zijn op deze hete middag in deze tent. En dank ook aan de organisatie dat ik op dit toch wel zeer bijzondere podium vanmiddag met jullie een aantal gedachten mag wisselen. Dat ga ik doen vanuit mijn rol aan de Universiteit van Utrecht, waar ik als gepensioneerde man nog de kans krijg om een aantal bijdragen te leveren vanuit een vakgebied dat eigenlijk niet echt bestaat, maar wel relevant is. Namelijk duurzaamheid en maatschappelijke verandering. Dus wat ik daar doe, dat is proberen vanuit de notie duurzaamheid, vanuit ook de onduurzaamheid, de onhoudbaarheid van onze huidige manier van leven en werken, daar kom ik straks uitvoerig op terug, na te denken over wat ons in de komende tijd, in de komende fase van de maatschappelijke ontwikkeling te doen staat. Dus vanuit die achtergrond zal ik in de komende, nog resterende 43 minuten, een aantal gedachten ontvouwen. Dat doe ik ook in termen van, nou ja, ik ben een man die het grootste deel van mijn actieve leven achter me heeft liggen. Dat ik in deze fase van mijn leven, wat ik geleerd heb van al die mooie dingen die ik in het verleden heb mogen doen, over te dragen aan de volgende generatie. En als ik die ergens aantref, dan is het wel op een universiteit. Maar zeker ook op deze hele bijzondere universiteit hier op Lowlands. Dus dat is wat ik ga doen. Ik zal eigenlijk in de kern proberen aan te geven mijn zicht op de huidige tijd. Een tijd die ook wel geduid wordt als crisis, crisistijd, op allerlei fronten functioneert onze samenleving niet meer zoals we dat graag zouden willen. En mijn beleving is dat we nu verkeren aan het einde van wat je de industriële tijd zou kunnen noemen. Niet dat de industrie gaat verdwijnen, maar wel dat de principes waarop onze industriële samenleving is gebaseerd, principes die veelal zijn ontstaan tijdens de verlichting en een periode die daarop gevolgd is, via het denken van mensen als Descartes en Newton en Darwin, dat die principes eigenlijk hun werk hebben gedaan en hun tijd hebben gehad. Dus we leven in zekere zin aan het einde van een tijdperk, mijn wijze van zien. Ons maatschappelijk bestel, zoals het nu is georganiseerd, zoals het nu functioneert, is in veel opzichten versleten. En in ieder geval niet goed genoeg, niet geschikt voor de 21ste eeuw. Voor die dingen die in de 21ste eeuw moeten gebeuren. En als je er zo naar kijkt, dan staan we aan het begin van een periode van transitie, van overgang naar nieuwe manieren van werken, nieuwe manieren van leven, nieuwe manieren van organiseren. Je zou het ook een transformatie kunnen noemen. Een transformatie gaat net nog wat verder dan transitie. Het is eigenlijk een vorm van verpoppen. Zoals rupsen dat wel doen tot vlinder. Dat is de aard van wat ons in de komende tijd te wachten staat. Dat is in ieder geval mijn beleving. En het gaat dus over vormgeven, opnieuw vormgeven aan een samenleving die op een passende manier kan functioneren in de omstandigheden van de 21ste eeuw. Dat is heel kort samengevat mijn wijze van zien. Nou, dat zal ik nu wat nader toelichten. In de eerste plaats, van hoe komt dat nou zo? Nou, belangrijkste reden waarom we op zo'n overgang